Welkom bij deze Amate Audio University. Vandaag staat die heel in het teken van DSP Link te gebruiken voor de DSP en LMS series. Vandaag ga ik laten zien hoe je met behulp van DSP Link software op je laptop de DSP's kan instellen zoals jij wil. De DSP's zijn zowel te gebruiken met USB direct, maar ook in een grote netwerk met meerdere op het netwerk via UTP hebben we gekozen om drie DSP608 processors te verbinden op een netwerk? Deze zitten simpel aan elkaar verbonden via UTP en een netwerkswitch. Zo kun je dus ook over langere afstanden en met meer processors uit de voeten. Je opent een processor door simpel op het pijltje te drukken en dan kom je in het basisscherm. In het basisscherm zie je de gains, de standaard, de standaard dingen die je snel nodig zou kunnen hebben. Hier kun je ook kiezen voor AES. Dante of analoge inputs. Daarna volgt een pagina met de X-over. Hier kan je van alle outputs selecteren welke eh, crossoverpunten je wil gebruiken, maar ook de fase en de delays. Laten we voor nieuws beginnen met een simpel subtop combinatietje. Op deze pagina pas je je highpass filters, je lowpass filters, je gain en je delay aan. Laten we ervan uitgaan dat deze sub tot 30 doorloopt en 90 op de loop pas. Dit is dus nu het verloop van je sub. Het topje. Laten we op 90 beginnen. En uiteindelijk ja, gaat hij door tot het einde. Zo zie je dat je in enkele seconden eigenlijk al de basis setup heb voor je, voor je set. Uiteraard kan je hier nog je delay tijden, je gain aanpassen, nagelang hoe je dat wil. Bij je outputs zie je hier wat EQ punten. Deze kan je simpel gebruiken door hem aan te zetten, een Q te geven, en gain. Maar ook de delaytijden kan je aanpassen, dus de sub is misschien wat, hè, wat laat. Gooi er wat delay op. Ook de limiter, threshold en de release time. Evenals de phase invert. Ook op deze pagina kies je welke input je gebruikt van de vier inputs op de DSP. Zoals je ziet is het dus niet moeilijk om makkelijk en snel een preset te maken in je DSP. Mocht je toch nog vragen hebben over de software of over de DSP's, schroom niet en neem contact met ons op. En anders tot de volgende video.